Christus Strydom Nutrition, die superhero van gesond leef en maar word. Tijd om mijn vakantievekjes af te skitten. Ik gesels met Jean-Marie en Larissa van CSN. Goeiemorgen, dames. Ai, ai. Jean-Marie, jij hebt al 24 kilogram verloren. Is het veel makkelijk om een deel te maken van je leven? Ik denk bijvoorbeeld aan kostvoorbereiding. Ja, de kostvoorbereiding is baie makkelijk. Het is kost wat je in elk geval in je huis hebt. Wat je makkelijk en vinnig kan gaar maak en natuurlijk smakelijk ook. En niks hoeft geweeg te word, nie, wat je baie tijd spaar, want kost te weeg op een eetplan is gewoonlik baie tijdrovend. Ja. Larissa, nou, jy krijg die detoxfase en dan krijg je die andere fases ook als deel van CSN. Hoe, hoe verskil dit van elkaar en kan je dit wissel? Ja. Die CSN-program spring dan weg met die 10-dag detox. Okay? Nou, die doel van die 10 dagen is om je metabolisme te verhoog en glucose vlakken te helpen reguleren. Nou, in hierdie tyd is beide die kilojoule-inname, sowel as jou proteïn-inname, relatief beperk. Maar dit is juist dit, wat daar die drastische, vinnige gewigverlies resultate meebring, waarvoor CSN toch so bekend staan. Nou, van die dieetkundige perspektief, is een groot pluspunt van die detox, die verder die eetplan gebalanceerd is, en dan, jy weet, die supplementen is 100% natuurlijk. So, die gevolg is dat die rarige detox op een gereelde basis kan herhaal. Wow. En jy kan self so ver gaan as om hom 2 keer in een rij te voltooi voordat jy oorgaan na fase 2 van CSN. Nou, fase 2 tot 6 pas baie meer by een mens levensstijl aan. Jy kan bijvoorbeeld eiers voor ontbijt eet en een lekker stukje steak op die kole sit. En ek glo dit is hierdie aanpasbaarheid van die program wat hom volhoubaar maak en dit is dit wat gaan help dat jij die dag jouw doelgewig langtermijn kan handhaven. Jean-Marie, was het veel makkelijk geweest om die detoxfase meer eens 1 keer dan te doen? Ja, nee, dat was. Die detoxfase weet je precies wanneer moet je wat eet. En je is verzadigd, je eet genoeg. En je soep help ook om je verzadigd te houden. Oh, dit is een groot pluspunt, dat de mens niet honger lijkt. Ja. En hoeveel gewicht kan een mens min of meer verwachten om te verloor in die detoxfase? Wel, ons kijk krachtig naar enig iets van 2,5 tot 10% van jouw huidige lichaamsmassa in die eerste 10 dagen alleen. Sure. En dit is regtig sonder om enige oefening te doen. So, ek stel voor vir allemaal wat die vakantie so bietjie te veel geniet het. Volg Jean-Marie se voorbeeld. Doen daai detox sommer 2 keer in een rij en gaan 2020 op die rechte voetje in. Absoluut, jy is wat jy eet en jy voel ook seker baie beter oor jouself. Definitief. Dit maak een groot verskil. Nou ja, toe, baie dankie julle. En vir meer inligting kan jy gaan na csn.co.za. Christus Strydom Nutrition, die superhero van gesond leef en maar word.